Driewerf hoera voor koning Willem-Alexander deze week. Zullen we het even doen, Odeke? Hoera, 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 hoera. Hij blies gisteren 54 kaarsjes uit. De vlag en oranje wimpel gingen bij veel Flevolanders natuurlijk uit. Maar echt Koningsdag vieren, ja, dat zat er dit jaar echt niet in. Daarom deze week op dit tijdstip gesprekken met een koninklijk randje. Ja, vandaag Sebastiaan Dooyer. Hij was 13 jaar in 2003 en zat in de tweede klas van de middelbare school, het Groenhorst College in Emmeloord. En in dat jaar ontmoette hij toenmalig koningin Beatrix. Sebastiaan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vertel eens, wat was dat voor ontmoeting? Het Groenhorst College kreeg een nieuw pand in Emmeloord. En ter ere daarvan kwam koningin Beatrix een boom planten. En hoe ging dat verder? Wat moest je dan precies doen? Jij mocht het doen en waarom eigenlijk? Ik mocht inderdaad samen met nog een collega of een klasgenootje mocht ik de boom planten, of althans helpen met de boom planten. De boom was in de achterzijde van het pand op het terras neergezet. En daar werd de eerste schop door de zand, zeg maar, bij de boom gelegd door koningin Beatrix. En ik mocht dat met een schoolgenootje afmaken. Ja, hoe komt de school dan bij de 13-jarige Sebastiaan uit? Ik heb eigenlijk geen idee. Op een gegeven moment kwam de leraar bij mij en die zegt: Sebastiaan, we hebben een vraag aan jou. Zou jij de ere van de opening van het nieuwe gebouw samen met de koningin de eerste boom planten? Wat was je reactie? Wat zei je toen direct? Nou, ik vond het natuurlijk hartstikke leuk. Ik bedoel, hoe vaak kom je natuurlijk zo kort bij het Koninklijk Huis? Het was een hele eer om dat te mogen doen. Ook namens de school. Dus ja, dat, hoe ging dat leuk dan thuis? Hè? Was jouw moeder misschien wel zenuwachtiger dan jij misschien was? Ja, ik denk dat zij zenuwachtiger waren dan dat ik was. Uiteindelijk is dat natuurlijk door de kranten ook opgepakt. En ik heb thuis nog steeds een plakboek liggen met alle krantenknipsels en foto's die toen gemaakt zijn als een blijvende herinnering. En mijn ouders halen me nog regelmatig bij. Waren er ook kinderen of andere, misschien wel grote mensen, jaloers op jou dat jij dat mocht gaan doen? Ik denk wel dat ze jaloers waren, maar denk ik niet tegen mij gezegd hebben. Want ik was eigenlijk niet echt op de hoogte of mensen echt jaloers waren daarover. Ik was nog vrij jong, dus ik vond het eigenlijk alleen maar leuk om te doen. Ja, want vertel eens over, kreeg je van tevoren nog een instructie dat je moest buigen of dat je met twee woorden moest spreken? Of hoe zat dat? Wat ik me kan herinneren is inderdaad dat we wel even apart genomen werden om even wat door te nemen hoe dat in zijn loop gaat en wat precies onze taak was en waar wij ons inderdaad moesten aan houden qua je spreekt inderdaad netjes, je antwoordt inderdaad op een formele manier, dus het is allemaal wel strikt. We hebben wel de hand geschud, dat mocht toen nog wel, zeg maar. Had jij stiekem met vriendjes of vriendinnetjes of met je ouders afgesproken van ik ga iets vragen of iets doen wat misschien wel niet mag? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik dat niet besproken en is dat eigenlijk ook nooit opgekomen, want je bent zo in die spanning van het moment dat die boom natuurlijk geplant gaat worden en eigenlijk word je dan aan het werk gezet, om het zo maar te zeggen. Komt het eigenlijk niet in je hoofd op om zoiets te doen, want je bent eigenlijk wel onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. Want je hebt natuurlijk de beveiliging erbij, allemaal schoolgenoten die achter hekken erbij staan te kijken. Dus ja, ik denk niet dat ik het in mijn hoofd heb gehaald om iets uit te halen. Nee, Sebastiaan, eigenlijk de belangrijkste vraag is wel, heb je nou een paar woorden met haar gewisseld en wat zei ze? Wat ik me kan herinneren is dat ze inderdaad wel mij gevraagd heeft over de school. Of ik het leuk vond op school. En dat het een hele mooie school was, heeft ze ook gezegd. En ja, eigenlijk een beetje de formele vragen om eigenlijk ons meer ons gerust te stellen. Ja, maar was het nou echt zo bijzonder? Zeg je van nou, het was echt een bijzonder moment. Of was het zoiets van nou ja, er had ook gewoon iemand anders kunnen staan? Ik denk dat er ook andere mensen hadden kunnen staan. Maar voor mijzelf was het wel heel bijzonder om te doen. En dat is, dat blijft natuurlijk altijd bij. Ja, nou, en nu ook bij ons. Nu weten we dus dat Sebastiaan Dooyer in 2003 de boom samen heeft geplant met koningin Beatrix bij het Groenhorst in Emmeloord. Nou, Sebastiaan, dank je wel.